Heb je wel eens meegemaakt dat je iets wilde aanschaffen of dat je een betoog overtuigend vindt, puur omdat een expert of een hoogleraar je dit vertelde? Of ben je wel eens overtuigd tijdens de wekelijkse vergadering door de leidinggevende, terwijl je niet helemaal eens was met zijn of haar verhaal? Dat zijn nu twee typische voorbeelden van het beïnvloedingsprincipe autoriteit. In deze video ga ik je uitleggen hoe jij meer autoriteit kan uitstralen en daarmee je voordeel kan doen in je dagelijks werk. Mijn naam is Jesse Marcus. En ik heb in het verleden veel onderzoek gedaan naar politiek leiderschap door de eeuwen heen. Zodoende weet ik alles van het beïnvloedingsprincipe autoriteit. Wat is nu precies het autoriteitsprincipe? Dit is het principe van Cialdini dat mensen sneller geneigd zijn om andere mensen te vertrouwen die onafhankelijk zijn, expert zijn, hoger staan in de hiërarchie of tegen hun belang inhandelen voor jou. Mensen nemen graag iets aan van een partij die weet waar hij of zij over praat. Dat je kennis en ervaring hebt, dat weten mensen heel vaak wel. Maar laat dit dan ook zien. Bijvoorbeeld in een gesprek met voorbeelden waaruit jouw autoriteit blijkt. Denk maar eens terug aan het begin van de video waarin ik mezelf aan jullie voorstel. Hierin noem ik wat ik allemaal gestudeerd heb. Dit doet mij overkomen als een autoriteit. Als ik dat niet had gedaan en ik had alleen maar mijn naam genoemd, dan waren jullie veel minder snel geneigd om de video verder te kijken. Mensen zijn dus volgzamer en gevoeliger voor een autoriteit. Ze vertrouwen iemand veel meer die kennis van zaken heeft. Mensen zijn sneller geneigd om naar dit type persoon te luisteren. Neem dit bijvoorbeeld mee in de voorbereiding op acquisitiegesprekken en vergaderingen. Kortom, als concrete tips voor jezelf, weet waar je over praat en profileer jezelf als autoriteit. Met zo iemand gaan mensen graag in zee. Maar pas ook op. Straal vertrouwen uit, maar blijf ook authentiek. Hou voorbeelden daarom dicht bij jezelf. Anita en ik hebben een reeks gemaakt over de 7 principes van overtuigingskracht van Robert Cialdini. Wil je hier meer over weten en ben je nou enthousiast? Abonneer je dan vooral op ons YouTube-kanaal. En wil je meer leren over het toepassen van de principes van Cialdini? Kijk dan ook eens op onze website naar de training Bewust Beïnvloeden.